Jordy Thijssen, hoe is het om weer terug te zijn bij Quick Boys? Ja, het is altijd heel fijn geweest, vooral nu. Ja, heerlijk. Goed om iedereen weer te zien. En nu merk je toch wel ja, hoe erg gewaardeerd wordt. Dat wist je eigenlijk al. Maar ja, iedereen blij gezicht. Ik denk dat ik het meest blij ben dat ik hier even terug ben. Het is toch wel erg zwaar daar zo. Vertel. Ja, je bent helemaal alleen hier. Ik ben familieman. Zoals ik hou van leuke dingen doen. Daar doe je die eigenlijk niet. Je zit elke dag thuis. Het is hard werken. Dan kom je thuis en dan ga je 8 uur serie kijken bij wijze van. Dus ja, dat is lastig. Maar het is een leuk avontuur verder. Ja, want het leek op zo'n droomverhaal. Je verdient een transfer naar het profvoetbal, naar Schotland. Ook wel een vooraanstaand voetballand, althans in het verleden wel geweest. Maar dan kom je van een koude kermis thuis, zo lijkt het. Ja, zo klinkt het nu wel. En ik kan ook gewoon eerlijk zijn. Het is zwaar, mentaal wat ik zeg. Dan moet je gewoon de knop omzetten en dan ga je met mensen praten. En ja, dan moet je juist de juiste mensen spreken en zeggen ze weer, jongens, grijp die kansen nou. En dan denk je van, ja, moet ik eigenlijk wel doen? Ik heb er hard voor gewerkt, veel blessures gehad. Eigenlijk moet ik blij wezen met wat ik nu heb bereikt. En dat moet ik ook maar gaan doen. Maar ja, ik zal erom liegen als ik zeg dat ik het niet zwaar heb, inderdaad. Want dat eerste aanknopingspunt is er, hè? Je eerste basisplaats achter de rug en ook nog tegen het grote Celtic. Ja, dat is kicken inderdaad, wat je zegt. Dat heeft mij ook wel een boost gegeven. Eerste 7 wedstrijden viel ik steeds in, 20 minuutjes. Doe je het goed, dan hoor je van de directeur, de fans, de trainer zelf ook. Dus onze spitsen scoorden niet, dus dan is het eigenlijk afwachten wanneer je gaat spelen. Dat dan tegen Celtic 90 minuten en heel goed speelt. Een van de betere wat ik door heb gekregen, dan ben ik wel blij mee. En waarschijnlijk blijf ik nu dit weekend of aankomend weekend dan ook basis spelen. Dus ik hoop dat ik nu de stijgende lijn kan voortrekken. En toch staat hier geen gelukkig man. Is het zo erg te zien? Ik hoop dat het gaat komen. Ik zal je over een maandje of 2 misschien weer spreken, dus wie weet dan wel. Die waardering om hier weer op Nieuw-Zuid te zijn, hoe voelt dat? Allemaal kinderen die naar je toe komen, handtekeningen, foto's? Ja, dat is wat ik zeg, dat is heel leuk. Maar dat is hier altijd geweest. Van het begin van dat je hier doelpunten kan maken, zijn ze enthousiast en handtekeningen. Maar ja, nu helemaal. Dat je profvoetballer bent. Dat is voor die kinderen nog cooler, bij wijze van. Die vinden het allemaal leuk, je zit in FIFA. Dat zijn dingen die je hoort, ik speel met je poppetje, ja dat is leuk, dat is lachen en dat is toch wel waar je het ook voor doet. Kan jouw FIFA-figuurtje er een beetje wat van? Hij is best snel, moet ik je nageven. Ik ben een van de betere van mijn team met FIFA. Verder zou ik je aanraden niet met hem te gaan schieten van ver. Gewoon lekker rennen en de ballen geven. Nu kun je ook terugdenken aan het vorig seizoen toen je de 30 inlegde en kampioen werd met Quick Boys. Wat voor herinneringen roept dat bij jou op? Ja, de beste. Ik denk persoonlijk mijn beste seizoen. Fijn seizoen bij de fijnste club. Alles was perfect. Sfeer vanaf de mensen hier tot het seizoen zelf kampioen worden. Zelfs tot de laatste wedstrijd de 30 goal maken. Echt alles klopte dat seizoen. En dat is een seizoen om niet te vergeten. Dan tot slot de meest gestelde vraag hier aan jou. Die ga ik ook stellen aan je. Hoe groot is de kans dat je hier ooit terugkomt? Ik denk dat het aan Quick Boys ligt. Ik hoop dat ze me nog terug willen op dat moment. Misschien deze winter, misschien volgend seizoen. Nee, ik wil heel graag terugkomen. Als ik terugkom in Nederland, wil ik eigenlijk niet voor een andere club spelen. Amateurclub zeker niet. Dus de kans is heel groot. Ze missen je heel erg, dat is duidelijk. Ze missen die goals. Ja, maar aan de andere kant, vorige week winnen ze 4-0. Dus wie weet gaat nu alles heel goed lopen. Ik hoop dat mijn aanwezigheid genoeg is voor vandaag.